Ik werk nu 3 jaar voor Stekelbees. Dat is een buitenschoolse kinderopvang en die verzorgt voor- en naschoolse opvang en in vakantiedagen. Ik werk in een fijn team. Wij komen heel goed overeen. Ik denk met iedereen zo'n beetje. En ja, die kinderen, dat zijn allemaal lachende gezichtjes, dus die maken ons ja, goed gezind. Dat is fijn om mee te werken. Als er iemand pakt zijn een dag niet heeft, dan kunnen we elkaar opvangen. We zien aan elkaars gezicht van we moeten daarbij springen of alles is oké, laten ze doen. We zien dat aan elkaars gezicht. We kunnen perfect op elkaar inspelen. En lachen en plezier maken. Ja. Dat komt ook over naar de kinderen, denk ik. Hè. Een goed team. In het tweede leerjaar lagere school dacht ik eerst dierenarts te worden, maar daar moest ik dan ja, heel veel voor studeren en zo. Dat lag niet zo in mijn aard. Dus ben ik naar een school gegaan waar ik zo nog heel veel opties had, zo algemeen. En op die school was dan ja, kinderzorg. En ik dacht, ik denk wel dat dat iets voor mij is, dus dat ga ik doen. Dat was helemaal iets voor mij. Ik denk niet dat ik iets anders goed zou kunnen doen. Ik denk niet dat ik dan goed zou functioneren. Dat hier in de soep draait, hè, met 2 collega's minder. Allee, je voelt dat direct. Er zijn heel veel kinderen die zorg vragen. En als je dan ineens met minder collega's staat, ja, dan zie je niet alles gebeuren, ook niet. En dat is wel belangrijk, dat je alles ziet. Sommige ouders die laten echt wel weten dat ze ons respecteren en zo. Dat ze hun eigen het niet zouden zien doen om met zoveel kinderen tegelijkertijd het zo goed laten verlopen, zal ik maar zeggen.